Ik ben vandaag in een hele geliefde woonomgeving. Het ligt niet ver van het centrum, een station, alle voorzieningen in de buurt. Het is echt een typische oude Apeldoornse straat met mooie woningen. Grindborders, platanen langs de kant. Het is niet voor niks een beschermd stadsgezicht. Ik ga vandaag kijken bij de Westerdenkerweg nummer 65. Een fraai jaren 30 vrijstaand woonhuis, uitgebouwd, uitstekend onderhouden. Een plaatje om te zien. Als je liefhebber bent van jaren 30 woonhuizen, dan ga je hier heel blij van worden. Een mooie erker met glas en lood, fraaie vloeren, kamer en suite en ook een hele mooie schouw dit zeg. Het glas en lood, dat vind je ook weer terug in de achterkamer. Ziet er echt heel sfeervol uit. Ja, de keuken is heel royaal. Ligt achter de woonkamer, voorzien van een keukenblok in hoekopstelling. En je hebt hier alle apparatuur die je nodig hebt. En dit. Een hele grote ruimte voor een eettafel waar je gezellig met vrienden of familie kunt tafelen. Dubbele deuren hier naar de tuin. Ziet er ook heel goed uit. Maar dat ga ik jullie zo meteen even laten zien. Naast de keuken vind je nog een achterhal met een toilet en een provisiekelder. Niet alleen beneden, maar ook boven ziet het er gewoon super strak uit. Via de overloop met vaste kastruimte en de trap naar de tweede verdieping kom je onder andere bij de badkamer. Ja, en die badkamer die is voorzien van een douchecabine, een wastafel, een tweede toilet en je kunt hier zelfs in bad. Verder vind je op deze verdieping drie slaapkamers, waarvan deze aan de voorzijde. Ja, dan hebben we nog een tweede kamer, ook een prima slaapkamer, in het midden van de woning. De woning is niet alleen beneden, maar ook boven uitgebouwd. Ja, dat maakt dat je een hele grote derde oude slaapkamer hebt. Met vaste kastruimte en dubbele deuren naar een balkon. Via een luik in de oude slaapkamer is een grote zolder bereikbaar. En via een vaste trap kom je op een grote zolderkamer met dakramen. Als jullie even gaan kijken, zie ik jullie zo meteen beneden. Niet alleen de woning, maar ook de tuin is keurig verzorgd. Sierbestrating, meerdere terrassen, een gazon. Stenen schuur en een houten schuur. En dit is ook leuk hoor. Ja, leuk overdekt terras. Je kunt natuurlijk heerlijk zitten als je wat schaduw zoekt of als het weer wat minder is. Al met al is het gewoon een tophuis, een toplocatie. Als jij van jaren 30 vrijstaande woningen houdt, dan moet je hier heel snel komen kijken.